En ik denk dat dit het moment is dat we het monument daadwerkelijk gaan overdragen van klas 4 naar de nieuwe klas. Mag ik jullie vragen naar voren? De jaarlijkse adoptie van het Joods herdenkingsmonument in het stadhuis vond maandag weer plaats. Leerlingen uit de 5e klas van het Johan de Witt Gymnasium gaven de verantwoordelijkheid voor het monument door aan hun opvolgers uit de 4e en presenteerden het project waar zij een jaar lang aan hebben gewerkt. Een werkschrift voor middelbare scholieren over de Tweede Wereldoorlog. Er was een beetje geroezemoes van ja, en hoe zal dat dan in zijn werk gaan en hoe voelt dat dan en hoe is dat dan? Maar dan krijg je dus echt de foto's en de documenten in handen. En dan pas merk je eigenlijk wat er is gebeurd. Dan pas merk je wat die oorlog met de mensheid heeft gedaan. En hoeveel dat heeft gedaan, ook met ons. Want wij zijn nu de volgende generatie en dan moeten wij dat nu voort gaan zetten. En dat heeft best wel veel gedaan met ons eigenlijk. De overdracht van het monument bevat ook een herdenkingsmoment. Bertie Rodriguez, die als kind tijdens de Holocaust bijna haar hele familie verloor, vertelde haar ingrijpende verhaal. Deze editie van de overdracht is extra beladen, omdat het conflict tussen Israël en Palestina uitgerekend het weekend voor de overdracht weer in alle hevigheid oplaaide. Een broer van mij woont daar, die heeft 3 zonen. Die hebben gezinnen en die wonen daar dus ook. Allemaal in de buurt van Tel Aviv. En ze zijn veilig, maar ze zijn wel in schuilkelders. Hun leven verloopt op het ogenblik in de schuilkelders. De kennissen van Bertie leven nog, maar niet iedereen in het gebied is zo gelukkig. Om de getroffenen te steunen, heeft de gemeente daarom besloten een vlag op te hangen bij het stadhuis. Niet een Israëlische vlag, zoals dat wel het geval is in het Binnenhof en Amsterdam, maar een regenboogvlag met daarop het woord vrede. Het college heeft ervoor gekozen om de vredesvlag op te hangen, omdat wij in dit geval gewoon zeggen, wij willen gewoon vrede in dat gebied. Het gaat erom dat we ook aangeven dat we aan de slachtoffers denken. Dat we ook aangeven van jongens, luister eens even. Wat daar gebeurt, dat zijn gruweldaden. Gruweldaden zijn op heel veel plekken in de wereld. We willen gewoon graag aandacht eraan geven. We willen ons medeleven betuigen. We willen geen onschuldige burgerslachtoffers. En we streven naar vrede. En dat is de reden geweest dat we voor deze vlag hebben gekozen. Duidelijk. En nog één ding daarover. Ik zie dat er op allerlei manieren in het land invulling aan wordt gegeven. Soms een Israëlische vlag, soms wordt er helemaal niks gedaan. Ik denk dat iedereen hetzelfde nastreeft. Namelijk, we willen geen polarisatie, we willen geen oorlog, we willen geen gruweldaden. En laten we ons daarop richten. En niet elkaar naar het leven staan over de keuze die gemaakt wordt of je wel of niet een vlag ophangt. Het voorkomen van gruweldaden begint bij het herdenken van de slachtoffers en hun verhalen. Voor Bertie was het met de huidige gebeurtenissen in Israël nog even de vraag of ze haar verhaal wel wilde doen. Toch is ze blij dat ze haar ervaringen met de volgende generatie heeft kunnen delen. Ja, ik wil ze vertellen hoe het was, maar ik wil ze ook vertellen hoe het weer kan zijn. Ja. En ook dat het, hè, mijn verhaal, kijk, ik ben 80 dus geweest. Mijn verhaal is van lang geleden, maar dat het op ditzelfde moment weer gebeurt. Ja.